Het bedrijfsleven heeft oor voor de mensen met een beperking. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking die Building Depot vanmiddag is aangegaan met Stichting Wang Okasi. Deze samenwerking houdt in dat de personen met een beperking en vrijwilligers aangesloten bij de stichting een korting krijgen wanneer zij inkopen doen bij het bedrijf. Anil Kunti Bihari, voorzitter van Stichting Wang Okasi, stelt het op prijs dat het bedrijf, de doelgroep en de vrijwilligers van de stichting op zo'n manier tegemoet komt. Het is mooi, dit moment, dat we dit kunnen meemaken. Een bedrijf die bereid is om zich in te zetten voor de doelgroep, een stukje verantwoordelijkheid neemt. En dat zie je ook door in het bedrijf. Het bedrijf is toegankelijk gemaakt voor de doelgroep. Er zijn zelfs twee toiletten gemaakt, één voor de mannen en één voor de vrouwen. En dat is allemaal rolstoelvriendelijk. En daarnaast heeft de directeur, de heer Kalu, aangegeven dat hij ook bereid is personen met een beperking in dienst te nemen. Verder heeft hij ook aangegeven in het gesprek met ons dat hij zaken ook hier in het brailleschrift wil aanbrengen, zodat mensen die blind of slechtziend zijn en het brailleschrift gebruiken, zo ook hun weg kunnen vinden hier binnen het bedrijf. Een mooi moment, het is iets dat je niet makkelijk ziet binnen Suriname, dat een bedrijf zich richt ook op de doelgroep. Kunti Bihari zegt verder dat de meeste winkelzaken niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Volgens Sanjay Kisun Singh, marketingmanager van Building Depot, moet deze doelgroep niet vergeten worden. Daarom heeft het bedrijf deze stap ondernomen. Ik heb niet zo lang terug, of ja, 2-3 maanden terug, heb ik aangegeven tijdens een meeting met bedrijven van jullie laten eigenlijk een hele groep klanten gewoon in de steek. Omdat de doelgroep mensen met een beperking diezelfde behoeftes hebben. Maar als je je winkel niet toegankelijk maakt, ja, dan gaan ze ook niet komen in je winkel. En ik denk dat Building Depot vanaf het begin dat heeft ingezien. Van, we kunnen deze doelgroep ook niet in de steek laten. Ze hebben dezelfde behoeftes. En dat moeten we ook daarin in voldoen. En ik ben blij, nogmaals, dat ze toegankelijk zijn. En dat ze nu op het punt staan om deze doelgroep te accommoderen. Middels het geven van kortingen bij het aanschaffen van levensmiddelen, maar ook de producten hier die ze ten verkoop aanbieden. Toen jullie over de vloer kwamen met deze verzoek, waren wij daar heel blij mee. En ja, we zijn trots om jullie ook als onze klantenkring binnen te halen. En wij geven jullie daarom ook. Sanjay Kisun Singh, marketingmanager van Building Depot, en daarvoor Anil Kunti Bihari, voorzitter van de Stichting Wang Okasi. Zij spraken vanmiddag tijdens de lancering van de samenwerking tussen Building Depot en de Stichting Wang Okasi, die plaatsvond bij Building Depot aan de Ringweg Zuid.